Bij het opzetten van de fles wordt weer gebruik gemaakt van een aantal referentieschetsen. Hier is de referentieschets te zien van het frontaanzicht. En als ik dan kijk hoe dat in SolidWorks is opgebouwd, dan zijn er in eerste instantie een aantal constructielijnen aangebracht. En dan zijn hier de buitenste punten te zien van de spline die daar over getekend gaat worden. Nou, als ik die spline daar ga tekenen, dan laat ik hem hier beginnen en dan laat ik hem daar eindigen. En nou is er, dan ga ik die spline die ga ik niet helemaal vastzetten op die verschillende punten. Maar als ik met de rechtermuis klik, kijk bij de opties van die spline, dan kun je onder andere Display Control Polygon aanzetten. En dan ontstaan er een paar hulplijnen waarmee de spline gemanipuleerd kan worden. En dat is een makkelijke manier om de vorm van een spline te kunnen aanpassen. En wat ik nu ga doen is ervoor zorgen dat die spline precies op het breedste punt eigenlijk raakt aan die constructielijn daar. Dus ik ga dat niet volledig vastzetten, maar ik ga gewoon op het oog zorgen dat dat ongeveer raakt bij dit punt. En dan moet hij ook gaan raken bij dit punt. Dus dat probeer ik dan ook voor elkaar te krijgen. Ja, dan is die aan de bovenkant weer iets verschoven. Dus die moet ik dan weer terugzetten. En dat moet ik een paar keer heen en weer doen. Totdat hij op het oog redelijk goed lijkt. En hier aan de onderkant laat ik hem ook op het breedste punt raken aan die constructielijn. En op die manier is heel snel de juiste vorm van die spline te bereiken. De tweede referentieschets wordt ook in het frontaanzicht gemaakt. En dat is de referentieschets voor het label. De contour van de fles die wordt eerst overgenomen uit de eerste referentieschets. En dan vervolgens wordt er een spline ingetekend die de buitenste vorm aangeeft van die surface loft die er later ingezet wordt. Dat eindpunt dat ligt dus op die contour van de fles en dan op een hoogte van 30 mm vanaf de bovenkant. En die spline die komt aan de onderkant horizontaal uit, zodat die ook door kan lopen qua vorm aan de linkerkant. Nou, vervolgens wordt er een tweede spline op een afstand van aan de onderkant 4,6 mm naar binnen getekend. En die loopt dan langzaam wat breder uit. En die eindigt hier op de middellijn. En die eindigt onder een hoek van precies 47 graden met de middellijn. Dus daar is een constructielijn aan vastgezet, tangent. En die constructielijn die is dan bemaat met die 47 graden. Nou, vanaf dat punt op die middenlijn loopt een tweede spline door naar dit punt aan de zijkant. En dat punt dat is bemaat op 60 mm vanaf de bovenkant en 31 mm vanaf de middenlijn. En die spline die loopt dus ook tangent door naar die constructielijn en ook tangent naar die spline dus die hier aan de rechterkant loopt. En vanuit dat punt aan de buitenkant loopt dan een andere spline die loopt hier hol naar de bovenkant toe, naar dat punt waar die andere spline ook op uitkomt. En dan loopt er een andere spline weer hier naar de onderkant. En die spline die loopt
helemaal door naar de bodem, naar het bodemvlak. En die loopt van ongeveer hier af aan, loopt die zoveel mogelijk gelijk op met die spline die is overgenomen uit die eerdere referentieschets. Dus die is gewoon op het oog zo goed mogelijk gelijk gezet met die schets. Dus dat betekent dat later de vorm van de fles aan de linkerkant vanaf dit punt ook zoveel mogelijk dezelfde vorm krijgt als de rechterkant van de fles. Dus alleen vanaf dit punt naar boven toe loopt die verder naar binnen toe. Waardoor je hier ook die holle vorm kunt modelleren. Nou, verder zijn er in deze referentieschets nog een aantal constructielijnen te zien, die ook allemaal bemaat zijn. En die constructielijnen die worden gebruikt om split lines of hulpvlakken mee te definiëren. Nou, de volgende referentieschets is de referentieschets voor de dop. Dus die zit aan de bovenkant van de fles. En dan is hier eigenlijk de constructielijn te zien die de bovenkant van de basisfles vormt. En de dop zelf die zweeft dat dan 1 mm boven. Nou, hier is de constructielijn te zien die de hals van de fles vormt. En daar is dan de vorm van de schroefdraad op aangegeven. En daar is ook gelijk de contravorm van de schroefdraad van de dop bij aangegeven. Nou, die hals van die fles die loopt hier door en die fles die krijgt een wanddikte van 1 mm. Dus de dop die krijgt een schuine flens waarmee je de dop de fles volledig kan afsluiten. En die loopt hier dan in de fles door. De referentieschets van het topaanzicht die is heel eenvoudig. Het bestaat uit een cirkel en die wordt eigenlijk qua maatvoering overgenomen uit de referentieschets van het frontaanzicht. En dan uit een buitencontour van het bodemvlak. Als ik dat dan 3D bekijk, is te zien dat die contour van het bodemvlak ook overgenomen is uit de referentieschets van het frontaanzicht. Dus die komen beide uit op hetzelfde punt. En die cirkel die is hier overgenomen ook uit die constructielijn van het frontaanzicht. En die loopt hier helemaal door naar de bovenkant van de fles. Dus dit punt bepaalt eigenlijk de diameter van die cirkel. Nou, die spline die hier getekend is, die komt precies tangent aan op die horizontale lijn en hier tangent aan op die verticale lijn. En die spline die wordt later gespiegeld naar de bovenkant en naar de rechterkant. De volgende referentieschets is de referentieschets van het right aanzicht. En die wordt opgezet op een vergelijkbare manier als de referentieschets van het front aanzicht. Dus ook weer met een spline die niet helemaal is vastgezet, maar die op het oog raakt aan die verschillende constructielijnen. En als ik dat dan in SolidWorks bekijk, dan zijn hier een aantal horizontale constructielijnen te zien. En die zijn qua hoogte overgenomen uit die constructielijnen uit het referentieschets van het frontaanzicht. En dan zie je de bovenkant van de fleshals te zien. Ja, de lengte van deze constructielijn die volgt eigenlijk hier onderuit uit die cirkel die weer is overgenomen uit de referentieschets van het topaanzicht. Nou, als ik dan hier is dus het uiterste punt te zien van de buik van de fles en hier het binnenste punt van het midden van de fles en dan heb je hier die ook weer dat buitenste punt aan de bovenkant van de fles.
En als ik daar dan weer een spline doorheen ga tekenen, ga ik dat op dezelfde manier doen als in de referentieschets van het frontaanzicht. Dus ook weer met de rechtermuisknop zet ik Display Control Polygon aan. En dan ga ik hem op het oog laten raken aan die verschillende punten. Nou, dan moet ik dus weer een paar keer heen en weer doen voordat hij echt mooi erin staat. Kijken, ja, zo komt hij aardig in de richting. De volgende referentieschets wordt ook weer in het right plane getekend. En dat is de referentieschets voor het labelvlak. Het bestaat uit een cirkeldeel. Een cirkeldeel dat 1,4 mm uitsteekt ten opzichte van die rechte constructielijn. Die bovenste horizontale constructielijn en die onderste constructielijn die zijn overgenomen uit de referentieschets van het frontaanzicht van het label. En daar is die buitenste spline te zien en waar die de middenlijn kruist. Vanuit dat punt is die constructielijn aan de bovenkant getekend. En aan de onderkant kruist die ook weer de middenlijn. En vanuit dat punt is ook die onderste constructielijn getekend. Nou, de laatste referentieschets, dat is de top referentieschets voor het label. En die wordt getekend op een vlak wat we aanmaken, parallel aan het topplane, maar dan precies op dit punt aan de bovenkant van dat labelvlak. Dus daar wordt een referentieplane aangemaakt, top label. En op dat vlak wordt vervolgens een referentieschets getekend. Als ik die even in het bovenaanzicht bekijk, bestaat die ook weer uit een cirkeldeel, wat 18 mm uitsteekt ten opzichte van die horizontale constructielijn. En die komt in het punt hier aan de onderkant precies uit op dat cirkeldeel wat we in het rechter referentieschets van het label hadden getekend. Dus dit wordt later het profile van de sweep, van de swept surface wat we daar gaan modelleren. En die loopt dan over dit pad naar beneden. Dus daarmee gaan we dat label surface modelleren. Nou, hier is te zien dat al die verschillende referentieschetsen aangezet zijn. En dan is het handig om nog een paar hulpplanes aan te maken. Allereerst aan de bovenkant van de fles een horizontaal plane. En dan een plane op het dikste punt aan de bovenkant van de fles. En op het dunste punt aan de bovenkant van de fles. Dan ergens halverwege de fles. En tenslotte aan het dikste punt van de onderkant van de fles. En die planes die worden gebruikt om later geometrie te tekenen om dat boundary surface beter te kunnen aanmaken. Als ik dan het model een beetje draai, een beetje rond laat draaien, dan is duidelijk te zien dat eigenlijk de hele hoofdvorm van de fles al goed herkenbaar is met deze schetsen. Dus alle geometrie die we later nodig hebben bij de verschillende features is nu in de referentieschetsen eigenlijk al getekend. Dus die kan vervolgens heel eenvoudig worden overgenomen in de verschillende features door middel van de Convert Entity functie.
En daarmee wil ik deze tutorial afsluiten.